D66 hield woensdagavond een belangrijke en een openbare ledenvergadering over de coalitiecrisis. Het ging over de oorzaken, gevolgen en het nieuwe onderhandelen. TV-verslaggever Pieter Pluijgers sprak fractievoorzitter Sabine Anderweg en wethouder Hans de Vrome. Ik denk dat het altijd goed is als je iets van met impact gebeurt in de stad of binnen de partij, dat je daar gewoon open en transparant over praat met elkaar. Het is ook goed om verschillende invalshoeken te horen en ook om te zien welke zorg er leeft binnen de leden van D66. En iedereen gaf eigenlijk ook wel, af en toe van de merendeel gaf ook wel aan, ga alsjeblieft voor een lijnpoging. Wij krijgen meer signalen ook van ondernemers uit de stad die ook echt zeggen van wij werken heel fijn samen met dit college, die dit ook graag doorzetten. Elk gedoe levert natuurlijk een bestuur op wat niet met gemak verder kan. We hebben nu ook een perspectiefnota die niet is vastgesteld in opmaat naar de begroting. En dat wat onrust met zich meebrengt, dat begrijp ik heel erg goed. Ik wil met iedereen koffie drinken, want ik denk dat het voor iedereen goed is om samen te werken, op een goede manier samen te werken binnen de Raad. Dus we hebben ook bij de verkenners aangegeven dat het belangrijk is om eigenlijk met alle partijen goed samen te werken. En mochten er gevoeligheden liggen over en weer, dan moeten die uitgesproken worden. Of die nou met GroenLinks zijn of met andere partijen. Dan moet je daar met elkaar over praten. En dat is beter om dat samen te doen dan om dat via de krant te lezen. Hoe nu verder? Ja, ik ga ervan uit en ik hoop ook dat de verkenners met een goed advies komen. Zodat we in ieder geval weer een stabiel stadsbestuur krijgen. En wat ons betreft zou dat een lijnpoging zijn. Nou, we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd dat wat ons betreft samenwerking met GroenLinks, PvdA en VVD zeker onze voorkeur heeft. In het college heb ik zeker een hele goede, fijne samenwerking en ook een goede verstandhouding. Op de inhoud kunnen wij goed samenwerken en doen dat ook met veel plezier en veel genoegen. En daarom zouden we ook graag door willen gaan. Hoe kijkt u nu tegen deze coalitiecrisis aan? Nou, ik hoop dat die snel wordt opgelost. Ik denk dat ook de problematiek waarvoor wij op dit moment inhoudelijke oplossingen hebben gevonden, dat die ook niet eigenlijk noodzakelijk maakt dat we gaan breken, dat we het hele traject opnieuw gaan doen van formeren, informeren. Want dat zou heel veel kostbare tijd zijn die we gaan verliezen. En dat verdient de stad niet. We moeten door, hè. We moeten verder met alle plannen om Arnhem ook weer goed voor te bereiden voor de volgende periodes. Hebben de verkenners ook contact met college of is het alleen met coalitiepartijen? We hebben wel contact, maar niet over dit onderwerp. De verkenners hebben een opdracht van de Raad. En de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen uit de Raad zijn natuurlijk hun eerste aangewezen gesprekspartners. Wij voeren uit als er een coalitieakkoord is en zijn daarmee niet direct gesprekspartner voor de verkenners.